Welkom dames en heren bij de Tweede Windesheim Battle. En we gaan het deze keer hebben over de opkomst van wat tegenwoordig wel wordt genoemd nieuw rechts in Europa en in Amerika. Mensen zien enorme parallellen tussen wat er in Europa gebeurt op dit moment, vooral onder druk van de vluchtelingenproblematiek, en wat er in Amerika gebeurt, de opkomst van Donald Trump. Wilders, Trump, wat hebben ze met elkaar te maken? Marine Le Pen, wat is er aan de hand in Frankrijk? We hebben Frauke Petri in Duitsland. In België hebben we natuurlijk al een hele tijd de BNA, een partij die voortgekomen is uit het Vlaams Blok. Er is een nieuwe rechtse golf in Europa gaande. Rechts van wat iedereen ooit eigenlijk voor mogelijk had geacht in dat nette Europa. Aan de tafel, even kijken, Jan Evert Volders, docent geschiedenis. Je mag ja zeggen. Mag ik mezelf voorstellen? Ja, okay. Je mag het ja, ik zeggen. Ben docent geschiedenis aan de leraaropleiding. Ja. En dan geef ik allerlei vakken in handen. En natuurlijk ook, het gaat ook over politiek. En ook over moderne geschiedenis. Ja, en denk schuif aan. Ja. Bas den Herder. Ja. Humanist, hè? Ook, ja. Humaan met die banaan? Humaan met die banaan, ja. Dat is mijn slogan. Ja. En als humanist zul je denk ik wel redelijk zorgen maken om wat er gebeurt op dat terrein in Europa? Ja, als feminist maken we ons altijd. Ja, dat is waar. Dan ben je permanent aan het zorgen. Maar natuurlijk. En Eelco? Ja, docent bij de opleiding maatschappelijk werk, politicologie, klein beetje geschiedenis en methodiek. En heb je dan direct ook met vluchtelingenproblematiek te maken? Nou, momenteel, ik coördineer ook de dagstages. Zijn we wel bezig om te kijken hoe daar als maatschappelijk werkstudenten een steen aan bij kunnen dragen. Ja, ja. Zeker. Goed, Bas, laat ik maar even met jou beginnen. Ja. Heeft Donald Trump iets met Geert Wilders te maken? Nou, los van de uiterlijke. U mag invallen als u denkt van nu gaat Bas te ver, dan kunt u gerust Bas ontmoeten. Hij gaat nu echt te ver. Ja, hij gaat nu al te ver. Ja. Ja. Los van de uiterlijke overeenkomsten en de stijl, de lompheid die wordt gebruikt als middel eigenlijk in de politieke taal van allebei, is er denk ik inhoudelijk ook, zijn er ook veel overeenkomsten. Eigenlijk het klassieke populistische geluid. Dus de elites hebben het allemaal verprutst voor het volk. Iemand die weer opstaat voor de kleine man. En die daarbij zijn lompheid tot zijn wapen maakt, als ja, het ware. Ja. Dus en inhoudelijk? Inhoudelijk. Ik denk ook de afkeer van immigranten die bij Trump zich op de Mexicanen meer richten. En bij Wilders eigenlijk op alles wat uit het oosten komt in name. Ja. Wat naar islam ruikt, die zie ik ook. Dat zie ik ook als parallel. Ja. Ja. Jan Evert, hoe kijk jij daar tegenaan? De Amerikaanse politiek en Europese politiek lopen eigenlijk nooit zo vaak echt parallel natuurlijk. Die hebben hun eigen geschiedenis en hun eigen dynamiek. Zie je nu wel dat er iets breeds gaande is? Iets... Nou ja, wat vaak wordt gezegd, en dat lees je ook in kranten terug, hè, is die hele globaliseringsthese. Hè, dus dat werkt niet voor de gewone mensen. En mensen raken gefrustreerd, onzeker. Ik heb niet genoeg kennis om vast te stellen of dat inderdaad zo is. Nou, ik inderdaad sluit me bij aan. Er zijn zeker overeenkomsten. En dat is dus het populisme. En er zijn inderdaad twee soorten populisme. Ene soort is dat je afkeert van de elite. Hè? Mm-hmm. Of van dit soort termen gebruik maakt. Hè? Dat soort algemeenheden, de islam, elite enzovoort. Dat is één vorm van populisme. Andere vorm is dat je afzet tegen een buitenstaander. Nou, dat zie je ook bij allebei terug. En zij verenigen allebei. Wat bedoel je dan met... iets van buiten, dus migranten of enzovoort. Dus zij verenigen allebei. In combinatie met die retoriek zie je dat heel duidelijk terug. Wat wel een duidelijk verschil is, is natuurlijk dat, is dat Trump natuurlijk op sociaal-economisch gebied redelijk links is. Linkser dan Wilders. Waarom? Als ik dan nog toch even van het gebruik. Want ik vind juist Trump aanvankelijk heel erg klassiek liberaal uit de hoek komend. Maar nu zie je hem in één keer ook minimumloon inderdaad verdedigen en dat soort zaken doen. Terwijl Wilders dat, zo begon Wilders feitelijk ook. Hij begon ook eerst vooral extreem rechtse uitlating. Heel klassiek liberaal. En die zag je in één keer ook ontdekken van, het is ook wel handig als ik de verzorgingsstaat ga. Precies, als ik de verzorgingsstaat erbij ga. Die 65 blijft 65. De verzorgingstehuizen, dat zie je Trump nu ook in één keer doen. Ja. Volgens mij puur opportunistische overwegingen. Ja, maar dat is een groot verschil volgens mij. Dat is niet waarmee Wilders zich profileert. En dat komt niet naar voren.
En volgens mij, ik vraag me af of hij dat nog steeds, vindt. Hij stemt heel vaak, volgens mij wordt het soort zaken ook met de rechtse partijen mee, op sociaal-economisch gebied. En het schijnt, politicologen hebben mij, ik heb een vriend die is politicoloog, heeft me ooit verteld van, het zou in Nederland is heel veel ruimte voor een partij à la Trump, die dus cultureel heel rechts is, maar sociaal-economisch links. Dat betekent maar dat is die partij wel niet in de SP? Nou, dat is de vraag of dat zo is. Cultureel, de SP is natuurlijk dat socialistische geluid, dat je we allemaal samen moeten komen en allemaal... En niet dat nationalistische. Niet dat nationalistische, nee. Nee. De SP is wel vanaf de jaren 80 al dat ze tegen Oost-Europese gastarbeiders zijn, tegen gastarbeiders van verderaf. En Jan Marijnissen heeft zich heel erg sterk gemaakt voor het behoud van een Nederlandse identiteit. Ja. Met het Nationaal Historisch Museum, wat uiteindelijk nooit gekomen is. Maar daar was Jan Marijnissen een van de grote drijfkrachten achter. Was hij te vroeg? Nou ja. Ik heb niet de indruk dat de SP op dit moment hiervan profiteert. Nee, maar dat laat iets anders zien. Namelijk dat de persoonlijkheden in de politiek heel belangrijk zijn geworden. Jan Marijnissen was iemand die dat heel goed kon. Hij kon heel goed vertolken wat er onder zijn electoraat leefde. Ja, ook met een zekere lompheid overigens. Ja, hij kon ook duidelijk recht door zee. Hij kon ook af en toe zeggen waar het op stond. En nam een rookworst mee naar de koningin. Als het ging om de informatie. Ja, dat was ook iemand die wel met enige kleur zijn standpunten kon verdedigen. En van de SP. En dat doet Emiel Roemer gewoon wat fletser. Dus je ziet ook dan in één keer dat zo'n partij krimpt. Ja, ja. Dat is een andere tendens. Personen worden ook gewoon steeds belangrijker. Even terug naar wat hij er net gezegd heeft. Daar wil ik even jouw mening over hebben. Die frustratie onder het gewone kiezersvolk, zal ik maar zeggen. Die angst, ik zal maar zeggen, de buurt te verliezen, de straat te verliezen. De angst dat het land overspoeld wordt door Europese regelgeving of wat dan ook. Die angst van verlies, die speelt mee bij Wilders, zal ik maar zeggen. Die speelt mee bij Trump. Ja, zeker, ja. Jan Evert zei van, ik weet niet of dat wel zo is, maar ik denk dat jij dat wel kunt beamen. Dat er een hele diepe onvrede hier aan de grond. Ja, ik denk dat in de westerse wereld, dat het een fenomeen is wat wel in elk land zijn eigen specifieke dynamiek heeft natuurlijk, maar dat er wel parallellen te trekken zijn. Als je ook inderdaad precies ziet hoe Trump inderdaad eerst vrij rechts, de Mexicanen eruit... We moeten ze aanpakken en we moeten er flink tegenaan. En later ontdekte hij, maar mijn electoraat, hij houdt ook wel van toch wel wat vastigheid. Misschien in sociale zekerheid. Bedoel. Dat zag je bij Wilders ook gebeuren. En dat zie je in allerlei andere Europese landen ook gebeuren. Ja, noem je dat puur opportunisme? Populisme van mij? Of is het gewoon een sluwe machtspolitiek? Kijk jongens, we hebben dingen te behalen. We hebben dus gewoon meerderheden te scheppen. Ja, goede vraag. Ik denk die ruimtes ontstaan. Er zijn politieke vrijbuiters die toch eigenlijk stiekem ook wel een beetje uit establishment komen. Dus er is ook wel een element van machtspolitiek in. Maar het is er wel. Er is kennelijk zijn er genoeg mensen die dus op zo iemand willen stemmen. Dat is wel wonderlijk. Want als je goed kijkt naar bijvoorbeeld wat Wilders allemaal wil, dan druist dat toch ook een heel belangrijk deel in tegen wat ik dan zie als de belangen van zijn electoraat. Dus het is wel heel wonderlijk. Wat er allemaal gebeurt. Kun je daar een voorbeeld van geven? Nou ja, bijvoorbeeld wat ik net noemde, dat van Wilders was absoluut de AOW-grens moet op 65 blijven. Daar sta ik voor en heeft hij ook heel hard een punt van gemaakt bij voordat hij in dat vermalende kabinet stapte. Of het gedoogd kabinet. En de dag daarna was het in één keer alsof hij het licht gezien had. En toen kon in één keer wel 67, was wel bespreekbaar. Ja, toen had hij zo'n draai gemaakt. Hij had een enorme draai gemaakt. Ja. En dat doet hij heel vaak. Wat jij zegt, dat klopt wel. In het discours is hij heel vaak vrij links. En onze ouderen die zitten, hebben beddagen, noem maar op. Maar uiteindelijk als het puntje bij het paaltje komt, dan stemt hij vrij rechts toch wel. Maar goed, dat heeft de gemiddelde wilde stemmer niet eens zozeer in de gaten. Nee, die vindt hem aantrekkelijk juist vanwege zijn, dat noem ik dan maar, conservatieve standpunt. Precies. Op het gebied van de verzorgingstelling. Ja, en zijn duidelijkheid, de islamisering en we worden overspoeld door. En ik denk ook wat er vaak buiten beschouwing wordt gelaten is, dit verhaal gaat helemaal over belangen. Van Wilders had ons beloofd 65 en nu moeten we een jaar langer doorwerken. Maar volgens mij gaat het in de politiek uiteindelijk niet in eerste plaats om belangen. Zeker niet bij het electoraat dat nog aan het zweven is. Maar om waarden. En blijkbaar zijn er toch onderliggende waarden die Wilders weet aan te spreken, die de SP misschien weet aan te spreken, die succesvolle partijen weten aan te boren.
waar kiezen zich door voelen aangesproken. Ja. Wat zijn die waarden? Nationalisme? Nationalisme kan een waarde zijn waar mensen zich mee identificeren. Niet in enge zin van we moeten terug naar het Nederland van de jaren 50. Maar in bredere zin van wat zijn de Nederlandse waarden? En hoe kunnen we zorgen dat nieuwkomers, dat bezoekers, die waarden ook zich eigen maken? Ja, er moet een leidcultuur zijn om het Duits met te gaan. Ja. En dat is veel breder dan alleen Wilders zijn. Ja. En als dan zo iemand als Frank Petri in Duitsland zegt van die islam die zal zich nooit aan kunnen passen aan de Duitse cultuur? Dat komt dan voort uit die emotie, denk ik. En ook uit het gevoel van bedreiging, wat jij al noemt, angst voor verlies. Ja. Want we hebben die waarden en er komen opeens mensen die willen die waarden ondergraven. Ja. Maar juist daarom moet je dat debat, denk ik, fundamenteel voeren. Dus niet, het is een versimpeling om te zeggen de islam komt eraan en die komt onze democratie kapot ondermijnen. Maar het is ook een versimpeling om te zeggen, ja, je moet niet zo moeilijk doen over de islam. Er zijn heel veel vredelievende moslims die nooit iemand iets doen, dus wees welkom. Dan voer je ook de discussie niet. Ja. Je moet dus de discussie voeren, is de islam compatibel met westerse democratie? Die wordt van beide kanten nu een beetje vermeden. Dat is het grote vraagstuk wat onder veel onvrede ligt, denk ik. Ik denk, ja. Volgens mij is dat niet de kern van de zaak, maar het lijkt het de kern van de zaak. De kern van de zaak is volgens mij dat je alleen druk maakt over dat soort zaken op het moment dat je gefrustreerd bent over andere zaken. Voor mij is het probleem sociaal-economisch. Ik las hier een voorbeeld uit artikel in de New York Times. Dus men maakt zich alleen zorgen over culturele zaken. Terwijl op basis van sociale economie. Ja, je pas druk maken op het moment dat... Goed marxistisch in ieder geval. Ja, echte marxist. Ja, nou, ik weet niet of... maar goed, laten we dat niet vergeten. In historische zin dan. In historische zin. Maar volgens mij is dat ook een probleem. Dat je pas druk maakt over dat soort zaken op het moment dat je in de problemen zit, in de bijstand enzovoort, dan ga je druk maken op het moment dat je de telefoon wordt aangenomen en iemand met een accent praat of zo. Naast andere redenen, waarom denk ik, jij en ik maken ons daar niet druk om? Wij hebben volgens mij een goed leven. Maar is dat een probleem? En wat ik ook nog wil zeggen, en dat is ook belangrijk, is dat we niet moeten vergeten dat dit een minderheid is. Hè, we doen net alsof er een soort golf van populisme Europa overspoelt. Of Amerika. Het is en blijft gewoon een minderheid, ook in Amerika. Ja. Heel weinig mensen stemmen en maar een heel klein gedeelte van die mensen stemmen op Trump. En maar dat klinkt net alsof jij ervoor pleit om ze buiten te sluiten, om ze kant te stellen. Nee, dat zeg ik helemaal niet. Zo van, het gaat wel een keer weg. Nee, het gaat altijd weg. Wilders had 40 fictieve zetels op een gegeven moment, op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis. Dan moet je nog maar afwachten, gaan die mensen daadwerkelijk dan stemmen. Maar 40 van de 150 zetels, het komt al aardig richting, 110 niet. Wat zeg je? 110. Nee, dat klopt inderdaad. Het zegt wel iets over dat er iets aan de hand is. Het zegt iets, dat maar moet niet groter dan maken dan het is. Een heleboel mensen, de meerderheid, stemt niet op Wilders. Laten we het niet groter maken dan het is. Door juist dit soort gesprekken te voeren en door juist in de media de aandacht aan te besteden, maak je het groter dan het is. En dat speelt dit soort populisten in de kaart. Ja, dat denk ik ook. Maar ik denk ook als je zegt van het zal wel meevallen en het is maar een minderheid en het zal weer verdwijnen. Daarmee voed je natuurlijk juist de frustratie die aan de basis ligt van het hele probleem. Het namelijk dat men niet gehoord wordt. Het verpand van Pegida in Duitsland is dat de meeste aanhangen in Oost-Duitsland zit waar echt amper moslims zijn. Dus het zit inderdaad in iets anders. Dat die angst voor de islam en moslims, hoewel er echt wel problemen zijn daarmee. Maar die angst is natuurlijk een soort bliksemafleider. Ja. Het zit er meer in, als je Oost-Duitsland als voorbeeld neemt. Die hebben natuurlijk in 30 jaar tijd, zeg ik dat goed? Ja, globaal 30 jaar tijd hebben ze een enorme verandering van een alles overheersende staat. Naar een enorme verandering in de industrie, in de economie. Mensen zijn constant geconfronteerd met enerzijds allerlei lonkende perspectieven, anderzijds verlieservaringen. Ja. Ik heb een vriend die woont in Leipzig. Als je ziet hoe die stad in 10 jaar tijd verandert, in positieve en negatieve zin, dat is zo'n aardverschuiving geweest voor mensen die gewend zijn dat je van de wieg tot het graf helemaal geïndoctrineerd en verzorgd wordt door de staat. En in één keer is dat weg. En er komen vluchtelingen naar ons land toe en de banen die verdwijnen naar het westen. Heel veel mensen gaan ook naar het westen. De verliezers blijven achter. Ja, daar zit hem natuurlijk de uitdaging in. En het is de vraag, en dat was dan ook mijn stelling, van
is ons huidige politieke bestel wel in staat om dat te articuleren, zeg maar, om zeg maar de wensen en verlangens die er in het volk leven, om dat nog op een goede manier te articuleren. Als je beseft dat 90% van de Tweede Kamerleden HBO plus zijn en maar 45% van de Nederlanders, dan zitten er enorme verschillen tussen de mensen die in de Tweede Kamer zitten en ook als je naar regio's kijkt. Dus als iemand zegt, ach, het is maar een minderheid en dat zal ook wel een keer verdwijnen, dan ga jij stijgeren. Ja, dan sla je de spijker mis wat mij betreft. Ja. Want dan kijk je niet naar de daadwerkelijke oorzaak waar die onvrede vandaan komt. Ja. En die heeft naar mijn idee te maken met gewoon een hoop sociaal-economische veranderingen de afgelopen 30 jaar. Na de val van de muur, het hele neoliberale verhaal waarin iedereen zijn eigen broek moet ophouden. Bas, is Wilders een kind van het neoliberalisme? Of de PVV. Maar ja, als je het zo duidt als sociaal-economisch, dan zijn jullie eigenlijk alle twee marxisten. Zeker. Dat zijn we allemaal. Dat had je er bij me. Dat je naast twee marxisten zou komen. Ja, maar dat is eigenlijk dezelfde. Ja, het is in zekere zin een denkfout. Ik vind het een denkfout, omdat je politieke overtuigingen komen niet voort uit je huidige leefsituatie. Dat is ook weer mijn punt. Je kan altijd in je eigen belang stemmen. Dus ik kan zeggen van ik werk op een HBO, dus ik stem op een partij die meer geld naar het HBO wil toeschuiven. Mm-hmm. En dan is mijn baan verzekerd. Maar dat zou heel cynisch zijn om zo te stemmen. Uiteindelijk moet je stemmen op de waarde waarvoor je denkt te staan. Dus dat kan voortkomen uit je levensbeschouwing. Dat vind jij. Maar er zijn maar weinig mensen die op die manier stemmen. Sommige mensen denken ook van... Kan ik mijn auto nog betalen? Ja. Ik denk ook dat je daardoor de opkomst van rechtspopulisme voor een deel wordt gemist en nog steeds verkeerd wordt begrepen. Omdat het gezien wordt als mensen die opkomen voor hun eigen belangen of die zijn beroofd van iets tastbaars. Terwijl het veel meer een waardestrijd is. Terwijl populisten zich ook vaak beroepen op waarden die het verdedigen juist waard zijn. En als je doet alsof dat betekent dus ook dat het om diepere zaken gaat en dat je niet kunt zeggen van het zal wel weer verdwijnen als de sociaal-economische situatie verandert. Nee, ik denk dat het is in zekere zin een discussie van alle tijden, maar wel een discussie die goed gevoerd moet worden en die ook tot op het einde, tot op het bot eigenlijk. Maar is er dan nu iets nieuws onder de zon? Met nieuw rechts? Met Marine Le Pen? Met Peter in de hele hoelen hut? Ik denk wel in de zin dat het nu salon fake is geworden. Om erop te stemmen en om die partijen ook regeringsverantwoordelijkheid te geven. Dat is nieuw. Het is heel lang eigenlijk buiten beeld gehouden. Het is heel lang taboe geweest om rechts te zijn. Is dat het? Is er een taboe doorbroken? Ik denk op dat punt zeker. En ik denk daarnaast is het ook zo dat de islam... in naam van de islam worden veel gewelddaden gepleegd in het Midden-Oosten. Maar ook in Europa zijn grote terroristische aanslagen gepleegd. Met het doel om dat op de agenda te zetten, om ons zover te krijgen om de aandacht aan te geven. En dat is ook gelukt. Dus ik denk van twee kanten. Het doel van IS was dat? Ik denk het wel, ja. Ook daar is een waardestrijd. Niet zozeer dat zij hier fysiek de macht willen grijpen. IS had als het ware de oude Baader-Meinhof-strategie. Ik grijp lekker diep terug in de geschiedenis. Ja. Van we gaan het kapitalisme dermate frustreren dat het antidemocratisch wordt en dan breekt de opstand uit. Ik denk dat ze wel in de kaart speelt. Ja. Ik wil even terugkomen op jouw punt. Dat ik zeg dat het een minderheid is, wil niet zeggen dat ik het niet serieus neem. Natuurlijk is het een serieuze stroming. Maar het populisme ontstaat altijd als er een verschil is tussen verwachting en praktijk. En dat is van alle tijden en is inherent aan een democratie. En volgens mij is het nu ook weer het geval. Bij democratie hoort volgens mij populisme. Maar ik vind het wel, en dat was ook mijn stelling, ik vind het wel een kwalijke stroming. Omdat het namelijk, zoals Wilders doet, de rechtsstaat ondermijnt. Het is een nep-democratie, de rechters zijn bevoordeeld, zijn ook allemaal nep. Maar dat is toch gewoon het weer het provoceren, het bottom-up? Maar wat als zo'n man aan de macht komt, hè? Dan is een beetje de vraag, hè? Wat gaat er dan gebeuren met de rechterlijke macht, met de volksvertegenwoordiging? Met dat soort vragen, ik weet het niet, maar met dat soort vragen moet je wel rekening houden. En ook als ik bij Trump kijk, dat zie je bij Wilders niet, maar bij Trump wel, is dat geweld een optie is, hè? Wij zijn bijeenkomsten en hij zegt op een gegeven moment ook, er was iemand die was tegen hem, die ging schreeuwen. Dan wil ik eigenlijk gewoon een stomp op zijn neus geven. En er wordt natuurlijk ook heel veel geknokt bij die bijeenkomsten. Hè? Dus dat soort zaken. En ik zeg niet dat de geschiedenis zich herhaalt. Dat weet je ook niet. Hè? De toekomst is onvoorspelbaar. Maar we weten op basis van de geschiedenis waar dit soort zaken
toe kunnen leiden. Dat geweld een optie is geworden, dat de rechters, de elite klopt niet, de democratie functioneert niet. Nou, dat soort types kunnen gevaar vormen voor een rechtsstaat. Terwijl ze zelf die rechtsstaat willen beschermen. Dat is natuurlijk de ironie natuurlijk. Maar de ironie is ook dat bijvoorbeeld de partij de PvdA ooit ook als een soort populistische partij begonnen is natuurlijk. En tegenwoordig is dat nou ja, een grotere middenpartij, groot. Nog heel even. Is het bijna niet meer te vinden. Ja. Dus wat bedoel je in de tijd van de doorbraakgedachte in 1948? Ik bedoel eerder zeg maar de sociaaldemocratische SDAP, ja, nog verder opgericht terug. Is. Men heeft nog tot 1919 geloofd in een marxistische revolutie. In dat opzicht ben ik absoluut geen marxist, dat wil ik hier wel even onderstrepen. Maar dus populisme en... Ja, ik sluit me aan. Het is de ideeën die Trump en Wilders hebben ten aanzien van de rechtsstaat, die zijn uitermate verontrustend. Maar mijn overtuiging is, dat soort lieden kunnen alleen aan de macht komen omdat wij in Nederland een representatieve democratie hebben die sinds 100 jaar niet wezenlijk veranderd is. En dat een democratie, ik zeg niet dat de representatieve democratie afgeschaft moet worden, absoluut niet. Maar ik vind wel, democratie dat is een proces. Dat is niet iets van, we hebben nou eenmaal een Tweede Kamer, de Eerste Kamer moet altijd zo blijven en op de manier waarop we het nu organiseren. Maar voordat je Nederland gaat herbouwen... Ja, dat zou ik heel graag willen. ik zag het aan je. Is het wel interessant wat je zegt, over die SDAP zal ik maar zeggen van 100 jaar terug. Eigenlijk waren we niet meer gewend aan een situatie waarin dergelijke antidemocratische, om het zo maar eens even te zeggen, partijen... ook in het politieke bestel zitten. We zijn 30, 40 jaar lang verwend met een partijen samenstelling... waarbij iedereen zich heel braaf aan de democratische spelregels hield. We hadden geen fascisten meer, we hadden geen communisten meer. Nou ja, we hebben CPN en nu krijgen we... gehad, we hebben een CD gehad, we hebben een boerkoekoek gehad. We hebben altijd wel populisme gehad, alleen nooit... Kleine kruimels. Alleen kleine kruimels, ook omdat... dat heeft dan ook met, wat mij betreft, met verzuiling te maken. Mensen die vertrouwden hun zeil, die gingen naar een bepaalde kerk... of die waren liberaal of socialist, die waren veel meer in dat sociale kapitaal... het sociale weefsel van een bepaalde zeil. Dus mijn overgrootvader ook, die stemde altijd ARP. Dus mijn vader stemt ook altijd CDA. Waarom? Ja, wat gewoon... CDA stem je. Waarom? Dat mijn opa deed. En met de opkomst van de zwevende kiezer is dat... Ja, het maakt die ruimte voor populisme ook veel groter. Men voelt zich niet meer verbonden tot een zuil in Nederland. Ja. En niet onbelangrijk in dit verband is natuurlijk de rol van de media hierin. Uiteraard, ja. Gaan journalisten maar weer de schuld? Nou ja, dat is natuurlijk wel... waar gaat het nieuws over dingen die niet goed gaan, hè, natuurlijk. Mm-hmm. En dat is natuurlijk voedingsbodem om daarop in te spelen, dat uit te vergroten... ik denk niet dat de oplossing eigenlijk meer democratie moet zijn of een betere democratie. Want er is al heel veel democratie. De opiniepeilingen zijn al heel erg van invloed op beleid in Den Haag. Dus men luistert al volgens mij redelijk goed naar het volk. Maar de media? Nou ja, dat is dus de rol van de media. Die spektakeldemocratie die moet teruggetrokken. Nou ja, precies. Ja. Ik heb een peiling gedaan. Of ik heb eens in een les politicologie... laten zien aan de hand van een peiling van Maurice de Hond en wat het stemgedrag in de Tweede Kamer ten aanzien van heel concreet iets, de aanschaf van 2 Rembrandts, 80 miljoen. Uit een peiling van Maurice de Hond stemt, of wat hij peilt, is zo'n 70% wil dat niet. Het is 60-70%, ik weet het exacte getal niet meer. Terwijl 90% van de Tweede Kamer dat wel doet. Ja. En zo heb ik een aantal actuele onderwerpen genomen, waarin blijkt dat de Tweede Kamer totaal iets anders doet dan wat Maurice de Hond peilt. Nou wil ik niet zeggen dat de peiling van de Maurice de Hond altijd zo goed zijn en dat de politiek altijd direct naar het volk moet luisteren. Maar het feit dat er zo'n discrepantie zit in de samenstelling van de Tweede Kamer, in de stemgedrag van de Tweede Kamer, in de manier waarop wij stemmen. We stemmen op partij, we weten niet met wie die een coalitie gaat sluiten, we weten niet welke punten, breekpunten zijn en niet. En we lopen blijkbaar weg als Emiel Roemer een beetje saai dreigt te worden. Ja, precies. En als Geert Wilders op een goede dag roept, vlak voor de verkiezingen, iets roept waarvan je denkt, nou, dat is wel wat. Of mijn hypotheekrente, ja, dat is toch wel belangrijk, laat ik maar even. Ja, het functioneert gewoon niet meer zoals het zou moeten functioneren, wat mij betreft. Maar ben je dan niet Bas, heel erg pessimistisch? Ook over hoe simpel mensen denken over politiek. Onderschat je ook niet de gemiddelde Nederlandse burger? Dat risico is er wel snel van. Oh, die PVV-stemmers die denken tot op hun 65 met pensioen kunnen. Haha, Wilders doet wat anders.
dan zet je ze dan niet weg als een soort incapabele... Nee, helemaal niet. Juist in tegendeel. Ik denk dat bijvoorbeeld David van Rijbroek heeft daar een heel aardig boekje over geschreven. Over weg met verkiezingen. Waarin hij bijvoorbeeld het hele idee van loting wil herintroduceren. Waarbij dus een dwarsdoorsnede uit de bevolking bij politieke besluitvorming betrokken wordt. Dat heeft hij ook in de praktijk gebracht. Weliswaar kun je mensen niet verplichten. Dus wie komen erop dagen? Ja. De grijze mannen van 50. Precies. Dus dat is een manco. Dus wat ik ook zou, waar zou ik zo voor pleiten, is dat ons burgerschap wat minder vrijblijvend zou moeten zijn als dat het nu is. In België en in Nederland heb je stemplicht. In België heb je stemplicht. In Nederland hebben we die tot 1970 ook gehad. Bas, ja. Voordat je weer... Ik begin over geschiedenis. Bas, is een van de oorzaken... We hebben verschillende oorzaken hier voor de opkomst van nieuw rechts. Hebben we hier de revue zien passeren. Is dat niet functioneren van het onvoldoende functioneren van de democratie er ook een? Ik ben het daar niet mee eens. Nee. Ik denk dat... Je ziet nog een goede weerklank tussen bevolking en... Ik denk dat mensen prima weten wat ze doen als ze gaan stemmen. Dat ze zich niet meteen laten... Als de media iets schrijft, dat ze dat niet meteen één op één overnemen. Ze hebben altijd nog hun eigen denkraam, om het in bommeliaanse termen te zeggen. Mm-hmm. En ik denk dat mensen best wel slim zijn. Zelf ook calculeren bijvoorbeeld over de coalities die gesloten kunnen worden. De beloftes die daarover worden gedaan, die je dan 4 jaar later weer kan meenemen. Ja. En ik denk ook, en dat is ook een belangrijk bezwaar tegen heel veel van die, wat ik heel optimistische plannen vind, om directe democratie te bevorderen. Mensen hebben daar ook geen zin in, denk ik. Ze hebben er geen tijd voor. Ze zijn lang tevreden. Ze willen het aan specialisten overlaten. Ja, of ze denken bijvoorbeeld Mark mensen Rutte. Mensen zijn lijdzaam geworden en lethargisch. Dat is mijn analyse. En daarom interesseert ze niet meer. Ja. Nou ja, dat zijn twee frames die eigenlijk hetzelfde zeggen. Namelijk dat ze niet bereid zijn om er energie in te steken. Ja. Maar ik denk wel dat ze dus wel degelijk goed bewust nadenken over op wie ze stemmen. En dat je dat dus niet moet onderschatten. Dat niet alle wilde stemmers maar wat doen. Ja, maar dan even. Het bestuur van een modern industrieel land is natuurlijk heel ingewikkeld. Dus de vraag is inderdaad of je het volk daar meer invloed op moet geven. In Californië hebben ze het ook gedaan. Hebben ze ook een heleboel... Het volk mag kan daar met een paar handtekeningen, ik chargeer een beetje, een referendum aanvragen en dan wordt dan uitgevoerd en dan wordt omgezet in beleid. Nou, dat is natuurlijk een grote chaos geworden daar. Dus de vraag is of dat populisme een oplossing is. Hè. Het populisme, dat is ook altijd een fout die populisten maken, die claimen altijd dat ze namens het hele volk spreken, terwijl het gewoon aantoonbaar dus niet zo is. En als mensen dan niet op zo'n populist stemmen, is vaak de redenatie van ja, ze willen het eigenlijk wel, maar ze zijn politiek correct, ze durven eigenlijk niet op ons te stemmen. Dus moeten we via andere middelen proberen het volk achter ons te krijgen. Nog even een nootje over populisten. Maar moeten we nu bang zijn voor populisten omdat ze datgene wat ze uitschreeuwen straks gaan uitvoeren? Of hoeven we helemaal niet bang te zijn voor populisten? Want ze passen zich toch voortdurend aan. Dus eenmaal aan de macht stemmen ze toch de goede kant. Nou, volgens mij heeft het korte kabinetje Wilders Verhagen... het eerste kabinet Rutte wel laten zien wat voor schade dat in korte tijd kan aanbrengen. Als je populisten als gedoogpartij hebt. Nou ja, daar is behoorlijk wat gesneden in de cultuur, om maar eens iets te noemen. Dus dat was een programma waar rechts Nederland zich de vingers bij kon aflikken, volgens Rutte. Ja. Als je dat ziet als schade... Dan denk je zelf ook wel weer vanuit een bepaald ideologisch perspectief. Ja, dat misschien niet overeenkomt met de meerderheid in Nederland op dat moment. Mocht rechts Nederland nou eindelijk eens een keer de vingers aflikken. Als je vanuit gaat dat de democratie ook met rechtsstaat gepaard gaat, dan zie ik de samenvoeging van het ministerie van Justitie en van politie, dat samenvoegen, vind ik al een aantasting van de trias politica, die volgens mij, dat als je aan dat soort dingen gaat zitten, ga je ook aan de wortel van de democratie zitten, wat mij betreft. Hè. Rechtsbijstand bezuinigen, dat soort zaken. In hoeverre zijn die rechten nog, voor mensen die het niet zo breed hebben, nog kunnen die hun recht halen? Dat ging heel vlot in dat kabinetje. Populisten gaan knagen aan de democratische Ja, dat is aan de een reuze groot gevaar. Ja. Ja, nou, als je ziet wat er inderdaad in Oostenrijk gebeurt of in Duitsland. Hè, bedoel, waarom niet als een PVV in een coalitie zit, zeggen van weet je, we verbieden moskeeën.
bedoel, dat soort discussies zijn elders in Europa gevoerd, maar waarom hier niet? Dan ga je dus rechten ontzeggen, hè, baas van de rechtsstaat. Ja, dan breng je meer mensen in beweging dan alleen. Ja, goed. Je weet niet of dat kan gebeuren, dat weet je niet. Dat kun je niet voorspellen. Kan wel voorgesteld worden, maar dan zullen we internationale verdragen hebben waaraan we die kunnen toetsen. Mm-hmm. Helaas niet de grondwet, dat was een voorstel van GroenLinks, waar ik heel erg blij van werd, maar wat het niet heeft gehaald, vooralsnog. Maar dan dus al te extreme voorstellen, daar zijn wel degelijk nog allerlei beveiligingen tegen ingebouwd, onder andere internationale verdragen. Die wilde zo op, zou zeggen, als het dan hem legt. Kortom, we hebben hier te maken met een populistische soep die waarschijnlijk niet zo heet gegeten gaat worden. Jammer, ik hou al van een beetje reuring. We zijn volgens mij al lang over de tijd heen, Francine. Al 3 minuten. Heren, ik wil u ongelooflijk bedanken voor uw bijdrage in dit half uur discussie op hoog niveau. En wie weet heeft het publiek nog vragen, dan kunt u daarmee in discussie treden. Dank u.